Hier is dat feestje! Als we evenementen wel inclusiever moeten maken, dikwijls zeggen ze wel dat het is niet veilig genoeg voor mensen met een beperking, dan denk ik, we moeten het ruimer trekken. Ik ben James Dolphin, ik ben 26 jaar oud. Ik heb autisme en ADD. Ik vind dat heel moeilijk om heel te gaan. Ik ben heel piekergevoelig, dan beginnen zo van die dingen zijn eigen leven in mijn hoofd te leiden. Ik vind dat geweldig lastig. Ik ben zot van feesten, ik ben zot van festivals. En door het gevoel dat ik erbij hoor, dan is dat gevoel veel minder. En dan heb ik het gevoel van, ik ben bevrijd uit mijn beperking. Door naar de talenten te kijken in plaats van de defecten. En ook de maatschappij te kneden. Hard naar een inclusievere maatschappij. Waar ook mensen met beperking wat meer te trainen voor te participeren in deze wereld. Daar zie je het podium. Waar een leuke DJ met het syndroom van Down is aan het draaien. En hij draait goede beats. En daar zijn er pizza's. En daar zijn er hamburgers. En dat is een Elias. Dat is de maat van Missy Rood. En de rolstoelgang toch met 12 liter. Die zijn er natuurlijk ook. Dit is aangepast voor mensen in de rolstoel, zodat die ook naar festiviteiten kunnen komen. Is hier een rustruimte en duidelijk mensen die je begeleiden als je iets gaat bestellen. Er zijn hier ook papieren voorzien met braille, zodat mensen die een visuele beperking hebben ook alles kunnen lezen. Dikwijls zeggen ze wel dat het niet veilig genoeg voor mensen met een beperking. Dan denk ik, hoe we het ruimer trekken. Want dan vind ik als andere mensen, die tussen wel een steken schijnbeperking hebben, die zich ook niet veilig voelen op vijver in hun buurt. Dus als we naar inclusieve festiviteiten willen, moeten we ervoor zorgen dat iedereen zich veilig voelt. Dat iedereen nog een chill-out zone heeft om tot rust te komen en om even weg te trekken en te acclimatiseren. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Well, ja, dan hoe beweeg ik op bepaalde bewegingen? En hoe dans ik op deze muziek? Gewoon om bewegingen te oefenen. Want hoe doe ik dat? Dat wij hier allemaal samen zijn om dat te vieren eigenlijk. Super leuke sfeer, super tof. Voor mij is het belangrijk omdat het gaat niet om de optredens alleen. Het gaat ook om dat hoe je ziet met deze inclusieve wereld. Die mensen kunnen echt hun plezier zo maken en hoe ze dansen en feesten. Ze kijken altijd naar hun artiesten op dat podium. Ze willen zelfs op het podium komen om te dansen. Want het is altijd leuk voor mensen met een beperking te... Allee, zich te amuseren. Wat dat mensen vaak nog meer moeten afvragen, vind ik. Iedereen heeft een beperking. Dus het is een ding van, heb jij een beperking? Ja, ik heb zo'n beperking. Maar wanneer is het een beperking? Als het niet zo werkt. Als het niet zo, dan is het gewoon mijn beperking.